Data governance heeft te maken met het organiseren van data. Bij de provincie maken we altijd al gebruik van data. Dat is niets nieuws. Maar nu hebben we te maken met veel complexere uitdagingen, zoals de energietransitie, het stikstofdossier of het oplossen van het woningtekort. De data die hierbij komen kijken worden steeds gevarieerder en omvangrijker en moeten steeds sneller worden verwerkt. Bovendien hebben we als provincies de plicht goed voor onze data te zorgen en deze openbaar te maken. Dan moeten die data beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar zijn. Nu is het veel werk om alle data te verzamelen, te bundelen en doen we vaak dubbel werk. Data governance is daarom dan ook cruciaal. Hoe doen we dat? De provincies hebben samen een raamwerk data governance gemaakt met afspraken. Bijvoorbeeld over hoe we data beheren, wie welke data mag gebruiken en wie waar de verantwoordelijkheid voor draagt. Het resultaat is dat we data gemakkelijk kunnen delen en gebruiken. Door op deze manier met data om te gaan, halen we er meer waarde uit. Bij het organiseren van data governance sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat er al is. Dat is belangrijk. Het raamwerk is hierbij de leidraad en geeft elke provincie de ruimte om het op hun eigen manier in te vullen. Essentieel is dat we onze verantwoordelijkheden vastleggen en naleven. Hiervoor zijn verschillende rollen opgenomen in het raamwerk, want iedereen draagt zijn steentje bij aan het grotere geheel. Zo kan je rol strategisch zijn. Je bedenkt dan de grote lijnen, stelt kaders en zorgt voor een logisch geheel. Je rol kan ook tactisch zijn. Dan leg je bijvoorbeeld verbindingen tussen verschillende beleidsvelden. Als je rol operationeel is, maak je data begrijpelijk en bruikbaar voor iedereen. Het kan ook zijn dat je juist verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van data binnen een bepaald domein. Vaak heb je dan een sleutelpositie vanuit de inhoud. Pak jouw rol en ga het gesprek aan met degene die zich binnen jouw domein ook bezighouden met data. Data is feitelijk onze basis. Wil je meer weten? Kijk dan hier.